Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Goedemorgen Superkids, wat leuk dat jullie weer kijken. Ja, goedemorgen. Ja, hey Pieter, wat hebben we hier nou eigenlijk? Allemaal rozen. Ja, het ziet er mooi uit. Ook, zo rozen zijn altijd een beetje van die romantische bloemen, hè? Vind je niet? Ja. Ja, zeker rode rozen natuurlijk. Ja. Waarom zouden die hier staan, denk je? Ja, volgens mij is het morgen, 14 februari. Dat klopt. En 14 februari is elk jaar weer Valentijnsdag. Zo spannend dan, hè, of je dan... Dat je dan gewoon ergens loopt en dat je dan een bloem krijgt van iemand of een kaartje van hé, ik vind je leuk of ik vind je lief. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben inmiddels getrouwd, dus ik weet wel dat ik rozen krijg of iets anders. Ja, oh ja. Maar ja. Nou, daar ga ik wel vanuit. Ja, ik wou zeggen. Maar daarvoor was het natuurlijk wel spannend, ga je iets krijgen of krijg je helemaal niks? Ja, maar gelukkig is het aan de andere kant ook weer helemaal niet spannend, want we weten gewoon dat er eigenlijk altijd wel iemand is die van ons houdt. Maar wie is dat dan, Pieter? Nou ja, Jezus houdt toch altijd van ons? Dat hebben we al zo vaak geleerd en gehoord. En dat is zo fijn om te weten. Dus of je nou rozen krijgt of niet, we zijn al geliefd. Ja, en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dat God van ons houdt en dat Hij er altijd voor ons is. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar de challenge. Yes! Ja, ik ben altijd wel enthousiast, maar ook een beetje zenuwachtig voor wat de challenge nou weer gaat zijn. Kijk, daar is die alweer. Oh, daar is de productie. Je creëert altijd zulke creatieve, gekke dingen. Oké, nou. Een armband zou het niet zijn. Maak het nog even vast. Ik heb een raadsel voor jullie. Mm-hmm. Raadsel? Oké. Ik ben een vrouw. Oh. Ik draag een grote hoed. Ik woon in een kasteel. Oh. En ik rij in een gouden koets. Wie ben ik? Maxima. Ja, dat is goed. Zoals een koningin Maxima zou zeggen, een team met griffel. Een team met griffel. Oh ja, want die praat heel deftig natuurlijk. Ja, precies. Dat is, Hey, ik heb een kaartje voor jullie. Mm-hmm. En daar staat de opdracht op voor vandaag. Cool. Ik wil hem lezen. Ja, ik was vorige week. Ah, dat vind ik tof. Ja, nou oké. Kaartje met de challenge. Vandaag spelen we Wie ben ik? Jullie krijgen allebei een kaartje op je hoofd en moeten raden wie je bent. Je mag alleen maar ja... en nee vragen stellen. En het is natuurlijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk personen raadt. Oh, want dat moeten we wel kunnen. Oké. Okay. Ja, oh, dus ik dacht dat het een blinddoek was. Ja, ik was ook even bang dat dat het was. Maar dat valt allemaal mee. Ik mocht het zien precies. Oh, okay. Dit is heel slim. Ja, dan ga ik je even helpen. Ja. Kaartje opdoen. Dus jij mag dit niet zien. Nee. Ogen dicht, inderdaad. Oh, het is wel een beetje een moeilijke, moet ik zeggen, hoor. En dan heb ik ook eentje voor jou. Het voelt heel cool, zo'n ding. Ja, en als jullie dan je hoofd even draaien, zodat de kinderen thuis goed kunnen zien wie jullie zijn. Ja? Ik heb geen idee. Ja. Nou, dan kunnen jullie een vraag stellen en dan... Ik mag de kaartje. Ben ik een vrouw? Nee. Okay. Ben ik een man? Ja. Okay. Ik ben een man. Ben ik boven de 20? Ik denk het wel. Ja, ik denk het ook. Ja. Okay. Ja. draag ik een bril? Nee. Okay. Ik weet niet of ik een vraag mag. Vraag nog een keer. Volgens mij was ik een vrouw boven de 20. Ik weet het niet meer. ben ik bekend van tv? Ja. Oké. Okay. Speel ik in films? Denk het wel. Ja. Ja. Ik okay, ja. Wat wil ik zeggen? Ben ik zeg maar een echt iemand? Een mens? Of ben ik een karakter of zoiets? Ja of nee vraag. Sorry. Toch? Ja. Hij was streng. Ja, dat is echt streng. Ben ik een karakter? Ja. Oké. Slimme, hoe ze dat dan herstellen. Het was moeilijk. Wist al wat ze bedoelde. Oh ja, maar oké. Dus ik ben een man en ik ben bekend van films en ik draag geen bril. Ben ik een mens? Ja? Ja, vind ik wel. Oké, ik hoor ja. Twijfel en ja. Oké, was ik dus een vrouw? Nee. Nee, oké, ik was toch een man. Toch? Nee, oké. Even denken. Heb ik een gezin? Nee, volgens mij niet. Nee. Je kan hem een hint geven. Ja, oké. Okay. Mm. Oh, dan mag... Ja? Hint. Je hebt wel iemand waarbij je in de buurt woont. Ja. Waar je heel graag mee samenwerkt. Ja. Mag ik dan ook een hint? Ja. Ik heb iemand... ik moet eerst nog mijn hint laten zien, hoor. Vandaar dat je dan een hint voor Fem. Je hebt een grote familie. Waar je soms ruzie mee hebt en soms heel goed mee hebt. Ja. Dan mag ik een vraag stellen. Ja. Iemand in de buurt waar ik in ga samenwerken. En ik was een mens. Ja. Oké. Okay. Heb ik blond haar? Nee. Heb ik blond haar? Nee. Oké.
ben ik een voorbeeld voor heel veel mensen? Voor mij niet, maar voor anderen misschien, I guess. Nou, ik denk. Dat is een heel uitgebreid antwoord. Ja, dat is aardig voor mij. Het was steeds moeilijker. Ja, dat was ook heel moeilijk. Oké, ik was dus een man, boven de 20. En ik heb een hele grote familie. Ja. Oké. Waar je soms ruzie mee maakt. Ja, kom ik uit een kinderserie? Ja. Oké. Oeh, dat is toch goed, zeg. Ja. Ben ik ook bekend op YouTube? Nee, vast. Nee. Niet bekend. Ben je niet bekend door. Nee, zeg maar. Voor jou, een hint en voor jou. Oké. Jij hebt 3 neefjes. Oh, wow! Ik mag. Ja, en jij? Jij houdt heel erg van klussen. Mag ik eerst raden? Ja, dat is goed. Ben ik. Jean-Luc? Ja. Yes. Ben ik Bob de Bouwer? Nee! Ah, ben ik gewonnen! Want ik was een echt mens. Nee. Ik hou van klussen. Nou, ja, hij vond het een echt mens. Ik vond het niet echt een echt mens. Ben ik klus? Nee, van Plopper, hoe heet die? Kwaad Plop. Je woont naast iemand die hetzelfde is. Wie woont er naast je? Willy Wortel. Nee. Zeg maar nu naast jou. Wie woont er nu naast je? Nu? Ja? Mijn buurman. Ik vond het wel lastig. Ja? Zo. Ja, maar ik vond ook wel dat jullie het goed hebben gedaan. Gelukkig. Mag ik even kijken naar mijn plaatje? Ja. Dus ik ben een van de buurmannen. Oh. Ja. Hey, zet lekker de boel af. Neem het lekker mee. Ja, en dan ga ik er weer. Nou, bedankt hè. Tot de volgende keer. Dank je wel. Nou, Pieter, het enige wat ik me dan nu wel afvraag, wat heeft het dan met God te maken? Ja, we hebben wel geen idee. Maar ik vind het ook wel leuk om gewoon een spelletje Wie ben ik te hebben gespeeld. Ja, dat is ook wel gewoon leuk. Ja. Hey, maar misschien moeten we dan even een video gaan kijken waar we dat aan leren. Ja, goed idee. Let's go. Egypte is vol met Israëlieten. De nieuwe koning van Egypte, de farao, is bang dat de Israëlieten te veel macht krijgen. Daarom maakt hij hen slaven en behandelt hij hen heel slecht. De farao zegt ook dat alle Israëlitische jongens gedood moeten worden. Nu is er een vrouw die ook een jongetje heeft gekregen. Zij stopt hem in een rieten mand. De mand zet ze in de rivier. De zus van deze jongen ziet dat de dochter van de farao in de rivier staat om zich te wassen. Deze prinses ziet het rieten mandje en vindt de baby. Ze besluit de baby te houden en noemt hem Mozes. Mozes' zus biedt haar moeders hulp aan. Mozes groeit op. Op een dag ziet hij een Egyptenaar een Israëliet slaan. Hij wordt erg boos en doodt de Egyptenaar. Dan vlucht hij naar Midjan en is er 40 jaar lang herder. Mozes zorgt voor de schapen. Op een dag ziet hij een braamstruik die in brand staat. God spreekt vanuit de struik tot hem. Hij zegt: "Mijn mensen zijn aan het lijden, Mozes, en ik heb jou uitgekozen om hen te bevrijden." "Maar ik kan dit niet," zegt Mozes. "Ik zal je helpen," belooft God. "Gooi je staf maar op de grond." Als Mozes dit doet, verandert zijn staf in een slang. En wanneer hij de slang oppakt, wordt het weer een staf. Dan zegt God: "Stop je hand in je kleding." Mozes doet dit en kijkt. Zijn hand zit helemaal onder de witte uitslag. Hij doet zijn hand weer tussen zijn kleren. En daarna is zijn hand weer helemaal genezen. God zegt: "Laat de farao dit zien." "Maar ik ben geen goede spreker," zegt Mozes. "Ik zal je de goede woorden geven," zegt God. "Je broer Aaron kan helpen." Dan gaat Mozes naar de farao om de Israëlieten te bevrijden. Oh, ik vind het echt cool, hè? Vorige week leerden we dat God een naam heeft dat Elohim is. Ja. Weet je nog wat dat betekent? Dat betekent dat God dingen maakt, dat hij dus schepper is. Ja, inderdaad. En nu dus een nieuwe naam erbij, Yahweh. En we leerden dus uit het verhaal dat het betekent: ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. Is eigenlijk wel een ingewikkelde naam. Is echt ingewikkeld. Maar het betekent dat God er altijd voor je is. En dat hij alles is. Ja. Net als dat liedje van vroeger. Weet je dat nog? Welk liedje bedoel je? Nee, dat ene liedje van: ben je groot of ben je klein? Zing eens verder. Tussenin. Dan zingen ze: hij kent je als je vrolijk bent. Hij kent je als je baalt. En hij kent je als je blij bent. En hij kent je als je verdrietig bent. Oh, dus hij kent je eigenlijk altijd. Goed. Ja, maar hij kent je dus altijd. En dat hij er ook dus altijd voor je is. Zo, eigenlijk net zoals dus voor Mozes. Toen Mozes Israël van de slavernij moest bevrijden, toen was God ook bij je. Ja, en gelukkig maar, want dat lijkt me hartstikke spannend. Je hebt zo'n boze farao en je hebt zo'n heel volk die je dan dus de woestijnen moet leiden. Je weet niet waar naartoe. Maar God zei dus: ik ben die ik ben, is bij je. Yahweh is bij je. En dat is zo mooi.
En hij zegt dat eigenlijk ook dus tegen jou en mij, hè? Ja, dus eigenlijk wil God gewoon jouw vriend zijn. Ja, ja. Ja, want God vindt het fantastisch om je vriend te zijn. Dat je hem dingen vertelt over hoe je je voelt. Mm-hmm. En of je blij bent of verdrietig bent. En over je dromen. Maar Pieter, net zeiden we dat God alles wist en er altijd is. Waarom moet je hem dan eens nog vertellen hoe jij je voelt? Ja, oh, dat is een goede vraag. Want God weet inderdaad alles al. Maar hij vindt het zo fijn als wij ervoor kiezen om zijn vriend te zijn. Als wij ervoor kiezen om dicht bij hem te zijn en hem dingen te vertellen. God heeft geen robots gemaakt die hem alles moeten vertellen, want ze hebben geen keuze. Maar we kunnen ervoor kiezen om Gods vriend te zijn. Ja. En dat is echt zo mooi. Dat is echt wel mooi, hè? Maar ja. Het kan zo zijn dat je misschien nog niet hebt gekozen dat je Gods vriend wil zijn. En maar die keuze kan je natuurlijk wel maken. Ja, en hoe moet dat dan? Nou, dat doen we door te bidden. En dan gaan we hem vertellen dat we zijn vriend willen zijn. Zullen we dat met elkaar doen? Vader in de hemel en lieve Heer Jezus, dank u wel dat u onze vriend wil zijn. En wij willen er ook voor kiezen. Dank u wel dat we een keuze hebben. Maar wij willen er ook voor kiezen, Heer Jezus, om uw vriend te zijn. En dat we u dingen kunnen vertellen. Dat we u kunnen laten weten hoe we ons voelen. En dat we daardoor ook mogen weten dat u onze vriend bent en dat u altijd dicht bij ons bent. Dank u wel dat u Yahweh bent. In Jezus' naam. Amen. Dat is echt mooi, hè? Ja. Ja, dus we moeten vooral onthouden dat God er altijd is. Ja, ja, en altijd voor jou is. Ja. Ja. Oh. Ja. Hey, ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als wij van, ja. Van deze aflevering. Met raden dat je Donald Duck was. Ja, 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 dat was... Wel pittig. Vooral, ja, was moeilijk, maar wel heel erg leuk. Dus misschien kunnen we zo nog even een potje doen. Ja, 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 vind ik een goed idee. We gaan nog een potje doen. Ja. En dat kunnen jullie natuurlijk ook doen, hè? Dat je iemand in gedachten... Oh, nou, je moet wel een kaartje hebben, inderdaad. Ja, dat is een beetje oneerlijk. Ja, nee, maar die kan je makkelijk thuis maken. Ja, inderdaad. Ja. Okay. Dus vooral niet vergeten, hè, dat God er altijd voor je is. En dan zien we jullie volgende week weer. Helemaal goed. Doei. Doei.